Na een klinkende overwinning op Volendam wacht NEC vrijdagavond opnieuw een spannende wedstrijd tegen FC Den Bosch. En dat na een bewogen week. Ik neem aan dat je er weinig over te zeggen hebt en over zeggen wil. Maar ik moet toch even hebben over, over Overzier. Is dat voor de spelersselectie en voor jullie, voor de staf, moeilijk geweest deze week? Of is het voor jullie langs je heen gegaan? Ik moet even terugdenken. Nee, de spelersgroep is dinsdag op de hoogte gebracht. Kort voordat het persbericht naar buiten kwam. En voor mij is het iets wat ik natuurlijk al iets langer wist. Omdat het al wat langer speelde. En was het geen verrassing. En voor de rest moeten wij daar, wat ik gisteren ook al gezegd heb, als professionals mee omgaan. En wij hebben morgen een belangrijke wedstrijd te spelen. Nou ja, goed. Kijk, je wil die wedstrijden winnen. En Volendam was een belangrijke wedstrijd om in ieder geval 3 punten in huis te houden. En de manier waarop, dat was eigenlijk vooraf niet zo belangrijk. Maar dat het dan de tweede helft aan het eind van de wedstrijd wat vertrouwen geeft, dat is logisch. Hè? Dat komt ook door het scoreverloop. Dat heb je dan ook verdiend met z'n allen. Vervolgens moet je weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. Dat is Den Bosch uit. Nou ja, die staan na afgelopen maandag bij Utrecht gespeeld hebben bovenaan. Nou, dat is prima. Dat is voor ons weer een hele mooie uitdaging om 3 punten te gaan halen. Een hoop nieuwe jongens. Maar goed, dat is een of andere investeerder die daar is. Dus een sterk team. Ik heb ze een paar keer gezien. Dus ik ben benieuwd morgen. Iedere wedstrijd is moeilijk. En ik denk dat het juist een mooie wedstrijd is om te laten zien dat wij daar ook horen te staan. Nou ja, ze hebben volgens mij van de laatste 10 wedstrijden hebben ze 8 gewonnen en de laatste 2 gelijk gespeeld. Tegen Cambuur en tegen Jong Utrecht. Een ploeg die prima in vorm is. En in de keukenkampioen divisie dit seizoen alles dicht bij elkaar ligt. Nou ja, daar hebben hun misschien wel een beetje vanuit een underdog positie prima gebruik van gemaakt, hè, tot nu toe. Ik kijk altijd naar NEC en voor ons is het heel belangrijk om Volendam een vervolg te geven en niet weer terug te vallen. Dat is het allerbelangrijkste. En als wij dat doen zoals we dat tegen Volendam gedaan hebben, dan heb ik alle vertrouwen in de wedstrijd tegen Den Bosch. Overwinningen, dat helpt altijd en iedereen is wat vrolijker. Moet ik zeggen, ondanks de nederlagen bleven we gewoon als groep wel ons ding doen en goed trainen. Alleen zo'n overwinning helpt wel. In de selectie daar komt Joey van den Berg bij en het elftal. We hebben op een bepaalde manier getraind deze week en dat gaan we zo meteen bekendmaken. Alblas is nog steeds geblesseerd, dat geldt voor Wolters, dat geldt voor Sturing en dat geldt voor Overtoom. En de rest is fit om mee te gaan naar Den Bosch. Vrijdagavond om 8 uur op Sportpark De Vliert in Den Bosch. FC Den Bosch, NEC.